Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En ik vertel jullie iedere keer dat met je Q-Time je zoveel verschillende dingen kan doen. Dus waarom zou ik niet dit jaar naar het Yoga Festival Suriname 2024 gaan? Nou, dat kan. En vandaag zijn Nathalie en Kevin bij mij en ze gaan me daar alles over vertellen. What made is a little Q-Time? Hi Nathalie en Kevin. Hey, hi. Ik was je naam bijna kwijt, maar het is me gelukt. Het is me gelukt. Hoe gaat het met jullie beiden? Goed. Goed, goed. Mm-hmm. Ja. En het mee gaat geweldig. Oké. Okay. Yeah, top it off. Ja. Eentje omhoog. Eentje mee. Hoe gaat het met jou? Ja, nee. Wat is boven geweldig? Superb. Superb. Ja. Jullie hebben Yoga Festival Suriname 2024 georganiseerd? Onder andere. We zijn niet alleen met z'n tweeën. Dus we hebben nog 3 mede-organisatoren. Die zijn er vandaag niet aanwezig. Maar we vertegenwoordigen hen. Dus ja, we zijn in totaal met z'n vijven. Oké. Okay. Mm. Well, tell me about the festival. Because what is going to happen? Oh lord, waar moet ik beginnen? Bij het begin of waar je wil. Ik zal het woord aan Kevin laten, want Kevin heeft het zelf ook ervaren als deelnemer vorig jaar. Ja, ja. Maar om te beginnen met dit jaar, het is it's a full day. Ik heb gezien. Ja? Ik heb gezien, het is echt een volle dag. Het is vanaf 8:30 tot 9:30 met een yoga-sessies, amazing speakers. Mm-hmm. We hebben vendors, alles dat te maken heeft met wellness. Dus het is echt een dynamische, het is echt een full day, mm-hmm. dynamic day, mm-hmm. Waar je echt aanwezig moet zijn. Oké, okay. We gaan er iets dieper op in moeten gaan, want de volle dag voor iemand die al weet hoe zo'n festival eruit ziet, is best wel familiar. Ja. Maar iemand die niet zou kijken en denkt van oké. Ik wilde altijd wel een beetje yoga gaan doen. Ja. Wat kan ik verwachten? Oké, dus je moet echt eraan over nadenken. Het is echt een heel super informele setting. Mm-hmm. De locatie is omringd door natuur. Dus je hebt al het gevoel van je komt daar tot rust. Mm-hmm. En je bent niet in de stad. Mm-hmm. En letterlijk, er zijn geen stoelen, geen schermen. Je komt gewoon met je yogamat. Je rolt je yogamat uit en je zit op je yogamat. En dat is gewoon je plek. Mm-hmm. Dus het is echt down to earth, soort van hippie vibes. Mm-hmm. Just come as you are. Mm-hmm. Het begint inderdaad om 8:00 en het is tot 9:30, maar je bent niet verplicht om aanwezig te zijn om 8:00. Je bent ook niet verplicht om mee te doen met alle sessies. Mm-hmm. Jij kiest gewoon wat je wilt doen. Je kijkt waar je de energie voor hebt. Je kijkt wat met jou resoneert, wat je interessant lijkt om mee te maken, om mee aan te doen. En dat doe jij dan. Je kan ook gewoon komen en gaan door de dag heen. Zolang je geregistreerd bent, kan je komen en gaan. Dus jij deelt je eigen tijd in. Uit ervaring, want het is nu de 3e keer dat het wordt georganiseerd, kiezen mensen ervoor wel om te blijven. Want ze komen en they just stick. Want die vibe is zo prettig. Ik kan het, je moet het echt ervaren. Het is gewoon fantastisch. En het is niet alleen beperkt tot yoga. Want kijk, sommige mensen die zijn wel geïnteresseerd in hun gezondheid, maar yoga is misschien niet iets voor hen. Mm-hmm. Dus vandaar dat we ook ander soort sessies aanbieden, waaronder tai chi. Ja, dat zou mijn volgende vraag zijn. Wat gaat er nog meer zijn? Oké, tai chi. En we hebben dus een danssessie ook, weet je. Behalve tai chi hebben we wat nog meer. Een soort van vinyasa flow, dat is wat een dynamischer soort yoga, waar je echt alleen fysiek mee bezig bent. Mm-hmm. Een moving meditation kan je het zien. Maar dan hebben we ook echt de rustigere sessies, waar je wat meer in die ademhalingsoefeningen zit, in de meditatie zit. Dus we hebben echt gekeken naar wat kunnen we aanbieden, wat voor een ieder toepasselijk is. Mm-hmm. Voor, weet je, sommige mensen houden niet van om te lang rustig te zitten. Dus die willen... Juist, precies. Weet ik doe mijn best hier voor jullie. En natuurlijk hebben we ook voor de kids. Yoga sessies en kids activities. Mm-hmm. Ja. Dus als een moeder zoiets van heeft van... Ja, ik wil echt gaan, maar mijn kinderen... Mm-hmm. Nou, we hebben ook sessies voor kinderen. En activiteiten voor kinderen. Dus in principe kan je ook gewoon meedoen. Die kids worden gewoon bezig gehouden. En mama kan bezig zijn met wat zij wilt. Oké. Okay. Ja. Dus eigenlijk hebben jullie me gehoord dat jullie me bij je kids corner gaan zetten. Dat ik daar wel aan mijn trekken daar mag komen. Daar mag je ook gaan spelen. Kleuren en zo. Dat zullen we allemaal voor je achterlaten. Ik denk dat wat ook belangrijk is om aan te geven, is het thema dit jaar. Mm-hmm. Ja, klopt.
is the six human dimensions. Mm-hmm. Body, mind, energy, soul awareness, en heart. Mm-hmm. Ja, dus dat wordt dan belicht in die verschillende sessies? Ja. Oké. Okay. Zowel bij de sprekers als bij de yoga-sessies. Mm, ja. Om terug te komen op de sprekers, want ik heb gekeken naar jullie programma. Het is very diverse. Dus je kan echt kiezen wat bij jou past, because nothing is for everyone. Mm-hmm. Maar misschien ook vind je alles leuk als je het wil proberen. Maar daartussen zijn er ook mensen die zullen spreken. Wie zijn deze mensen? Ja, en dat is een goede vraag. What people? We hebben ze gekozen op hun expertise. Mm-hmm. Ik denk dat bepaalde al een beetje naambekendheid hebben, zeg ik dat goed, sorry. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, in de gemeenschap. Maar we wilden echt mensen ook de kans geven, een platform geven om hun diensten aan te bieden. Dus ja, we hebben Holistic Conscious Living, Nemi's... Nemes, Labato, de Mesquita. Sorry Nemes, als je hier naar kijkt. Sorry Nemes. We hebben ook Risa Labato. Mm-hmm. Haar broer, en die gaat het over, die heeft het hart gedeelte. Precies. En dan hebben we iemand die psycholoog en mindset coach is. Die doet dan het mind gedeelte. Mm-hmm. We hebben... Gosh, die gaat het gedeelte van energy doen. Ja, Gosh is iemand, hij heeft als een monk gewoond, geleefd. Ja. In Tibet? In Tibet. Ja, en India, en in Goa voor 10 jaren lang, waar hij Vipassana heeft gegeven. Mm-hmm. Dus we echt mensen die echt wat bij kunnen brengen. Ja. En die eigenlijk een platform als het Yoga Festival verdienen, om mensen aan te tonen van, kijk, dit breng ik met me mee. En dan kunnen de aanwezigen kunnen kijken, oké, wat voelt goed aan voor mij? Wie voelt goed aan voor mij en wie niet? Dat is zo nice. Mm. Een belangrijke vraag. Is this free? Hoe kom ik daar? Moet ik registreren? How do I pay? What's happening? Het is een investering in jezelf. En de investering is 7,50. Ik zeg investering, omdat als je op zoek bent naar rust, als je op zoek bent naar balans, als je op zoek bent naar dichter bij jezelf komen, dan is dit echt een dag waar je erbij moet zijn. Mm-hmm. En de investering is 750 SLE. Mm. En voor een full day van 7:30 to 9:30, believe me. It's jump change. All right. Ik heb geluisterd naar jullie, een full interactive program. Jullie hebben gedacht aan de kids. Hoe zit het met als ik ook nog iets zou willen eten? Voor alles wordt verder ook gezorgd? Ja, dus er zijn vendors, food vendors aanwezig. En sowieso gaan natuurlijk... water krijg je sowieso als deelnemer gratis. Behalve dat gaan we ook ijsjes op locatie aanbieden. Mm-hmm. Want sommigen krijgen het heel erg warm. Die lusten wat zoets tussendoor. Mm-hmm. Zijn wel gezonde ijsjes, mm-hmm, van fruit gemaakt. Okay. We houden wel rekening met het thema. Dus ook het eten is vegetarisch en gezond. Mm-hmm. Volgens mij kan er wel kip gedaan worden, maar ik heb wel gevraagd of kip halal is. Mm-hmm. Natuurlijk, het is belangrijk dat dit aangeboden wordt, want je bent gewoon een hele dag bezig. Mm-hmm. En dan zijn er 3 of 4 vendors die wat dingetjes gaan aanbieden. Kleine dingetjes die te maken hebben met yoga. Ja, alles te maken met wellness. Met wellness, inderdaad. Ja. Ja. Wauw. Nee. Wilde ik wel even terug op gaan, sorry, op de vraag daarvoor. Je moet wel registreren, inderdaad. Dus er is een registratielink te vinden op Facebookpage Yoga Festival Suriname. Mm-hmm. En als je gewoon op die link klikt, dan brengt het naar een registratieformulier en alle info staat daar aangegeven. Cool. Jullie hebben eigenlijk echt aan alles gedaan. I really like that. Thank you. In principe, ik was vorig jaar als deelnemer daar. Mm-hmm. En ik was een van de weinige heren. Mm-hmm. Dus ik wil echt een oproep doen aan de heren om ook aanwezig te zijn. Weet je, omdat ik weet wat het voor mij heeft betekend. We allemaal zijn op zoek naar rust, balans, dichter bij onszelf komen, de beste versie van onszelf ontwikkelen. En dit is gewoon de plek. En echt een oproep aan de heren om ook een beetje aanwezig te zijn. Nee. Omdat ik weet dat het ook voor hun belangrijk is. Nou, heren, jullie hebben het gehoord. Kevin heeft het gezegd. Komen jullie naar het Yoga Festival dit jaar? Because there is something for jullie ook aan die kant. It's not for women only. Yeah. There's something there for you too.
Ik zit met jullie beiden. Jullie zijn, y'all resonate calmness, collectiveness. Ja, ik word ook rustig van jullie. Mooi. Maar ik wil jullie bedanken voor het komen en het initiatief om het voor de derde keer weer te organiseren. Yeah. En ik zie dat het steeds groter wordt. En er steeds meer mensen komen en gewoon hun misschien niet hun calling vinden, maar ook gewoon krijgen waarvoor ze komen. Yeah. En ik wil jullie alvast heel veel succes wensen. Dankjewel. Hartelijk dank. Ik denk dat het ook gewoon weer een prachtige dag voor jullie gaat worden. Wat ik niet heb gevraagd, maar wel weet, maar jullie mogen het zeggen. Wanneer is het precies? Belangrijk, ja, natuurlijk. Ja. Zondag 30 juni. Yes. Zondag 30 juni. Oké, okay. Nee, duidelijk. Yes. Dan ben ik in de Kids Corner. We zien jou daar. Ja, hartelijk dank dat we hier mochten zijn. Nee, graag gedaan. Ja. Enjoy this conversation. Thank you. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag waren Nathalie en Kevin van Yoga Festival Suriname 2024 bij ons in de studio. En op 30 juni organiseren ze voor de derde keer het Yoga Festival. Het wordt een hele mooie dag met een vol, ik wil bijna zeggen volgeprop programma, maar een programma zo vol dat het vanaf 7:30 start en eindigt om 9:30. Als je registreert, want je bent wel verplicht je te registreren, en die link vind je op je Facebookpagina Yoga Festival Suriname 2024, dan registreer je jezelf. Je bent niet verplicht om vanaf 7:30 daar te zijn. Check het programma, er is voor iedereen wat. En als jij kindjes hebt en je zegt van, ik wil echt gaan, I really want to experience this. Er is ook voor de kinderen een speciale maatgemaakt programma, dat zij ook kunnen meegenieten op hun tempo. En dat de mama's of de papa's, als je het met heel gezin wil komen, kunnen dan gewoon het andere programma doorvolgen. Er is daar eten gedrag, je krijgt water, er zijn ijsjes, everything is healthy. There's plant-based, maar als je wat vlees wil, they're gonna fix that as well. And it's gonna be halal, they thought about everything. Dus het enige wat jij nog moet doen is registreren. Ga naar de Facebookpagina, registreer je. Ze hebben een prachtig programma. Check out their Facebook page. You can see the program. Maar ik zou zeggen, just do it. Just go. And remember, your time plus my time is cue time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.